Volg Rode EC Kerkrade ook via Hive, Facebook en Twitter. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws van jouw favoriete club. Rode EC Kerkrade verloor zaterdagavond het uitduel tegen FC Twente met 2-0. De Tukkers waren veel te sterk voor de bezoekers, die een totale off-day hadden. Ja, het was in ieder geval heel slecht van onze kant. Ik denk dat we na nou, geen enkel moment in de wedstrijd hebben gezeten. Dat we. Uh, ja echt heel, heel hard naar achter zijn gedrongen dat we heel zelden uh, ja, op hun helft hebben gezeten en, en zeker de bal in de ploeg hebben kunnen houden dus uh, dan kom je onder druk en uh, ja, dan, uh, dan weet je dat je kans gaat weggeven dat ze kan scoren en hoe komt dat dan lag dat aan Twente die gewoon de, de juiste manier had gevonden om jullie te bestrijden nou, ik denk, ja, wat ik zeg, hoe kwam de voetbal geen enkel moment uit? Eh, waardoor je geen enkel moment rust krijgt in het elftal. Eh, hele tijd achter de bal, allemaal rennen. En eh, ja, dan, dan, dan wordt het moeilijk. Eh, als je de bal in de ploeg kan houden, zo kan je zelf je eigen spel niets meer gaan spelen. Eh, moet Twente misschien ook een keer achteruit. Maar eh, ja, op dit moment konden ze vrij hoog blijven staan. En daar de bal eh, makkelijk eh, rondspelen, eh, onderscheppen en zo. En dan wordt het moeilijk voor ons. Goeie paas, Douglas. En dan gaat Castaños op weg naar 1-0. Ja. Kijk, in principe wordt het altijd een lastige wedstrijd, of ook heel vaker wel een lastige wedstrijd, zeker Twente. Uh, dan weten we dat er zou kunnen gebeuren. Uh, alleen dit was wel heel extreem. Ik denk dat we echt uh, ja, geen moment uh, aanspraak hebben kunnen maken op een punt. En uh, dat is wel een kwalijke zaak. Uh, de trainer had het na afloop over dat jullie elkaar in de steek hebben gelaten. Ben je dat met hem eens? Ja, niet, niet helemaal. Ik denk. Uh, eh, dat we allemaal wel bouwen. Eh, dat we jongens hebben die eh, toch wel eh, elkaar willen helpen. Alleen ja, als, je, als ze de bal zo snel kunnen rondspelen en zo makkelijk in de ploeg kunnen houden, eh, dan kom je overal een stapje te laat. Dan ziet het er allemaal heel makkelijk en heel ongeconcentreerd niet ver uit van onze kant. Alleen eh, ja, daar dat, dat heb je wel van die wedstrijden dat je echt uh, totaal niet, uh, niet in een duels kan komen. En uh, ja, dat was er één van. Maar dat is natuurlijk heel teleurstellend. En helemaal in de fase waarin jullie op dit moment zitten: de vijf wedstrijden voor het einde. Ja, inderdaad. We hadden gehoopt dat toch iets te kunnen rapen omdat Twente in principe ook niet heel goed bezig was. Uh, dat we PSV hier een punt pakken thuis. Dus uh, dan hoop je dat je die, uh, die reeks kan doorzetten of een reeks van kan maken. En uh, ja, dat is op uh, geen moment uh, mogelijk geweest.